Goedemorgen, een nieuwe dag en ja, we gaan beginnen met het ontbijt. Let's go! We nemen even de trap om wat honger te creëren, want ik zit echt nog super vol van gisteravond. We zitten 4 hoog, dus dat is top. Wat heb jij voor lekkers op je bord? Een beetje eiwitten, een beetje poffertjes, ja. Een beetje wentelteefjes. Ook nog. Een pastijtje, allemaal eiwitjes. Lekker, en hier een boeromelet, die heb ik ook. Ja, die ziet heel goed uit. Ik zal ook even mijn bordje laten zien. Ja. Dit is mijn bordje. Hieronder een boeromelet. Heerlijk. Nou, eet ze, Jordi. We zijn weer terug in de kamer. Ik ga even wandelen en Jordi heeft een verlengsnoer geregeld. Want die heeft zijn PlayStation meegenomen, dus ze gaan even FIFA spelen. Ja, je moet toch even onderhouden. Bijhouden, dat is waar. Ja. Oké, nou dan zie ik jou zo wel weer. Ja. Want hierna gaan we zwemmen, toch? Ja, ik heb wel zin om even te zwemmen, want ik heb ook, ik zei gisteren aan de vlog. Er zit ook een wellness bij. Ja, even de sauna in. Ik ben echt toe aan de wellness, zo, dat je zo heerlijk lekker kan bubbelen. Jij ook wel, denk ik. Ja, ik ook. Je kijkt ook wel naar uit. Oké, nou. Ik hoor je er al weken over. Dus... Ja, oké, gaan we dat zo meteen doen. Ja. Zo, het is hier wazig. Lekker uit de stoomland. Ja, je kan hier denk ik niet echt stoomland hier. Het lijkt net of je onder een sterrenhemel staat, maar die lamp is een beetje fel. Ja, hier kun je lekker bubbelen. Ja, zonder bubbel. Je ziet het niet zo goed. En je hebt net een koude douche of stoombad? Stoombad. Ja. Hier is lekker warm. Het is wel mooi hier. Het is tijd voor de lunch en ik heb echt sinds tijden weer een kroketje. Dus ik denk dat dat heel lekker gaat smaken. En verder veel groenten en 2 boterhammen. Oh, ze hebben ook soep. Dat ga ik misschien ook nog halen. Mosterd. Mosterdsoep. Lekker hoor. Ja, dit is mijn lunchbordje. Ik heb wat tomaatjes, mozzarella. Hieronder zit nog een lekker wafeltje verstopt. Filet americain. En ja, dat kroketje dat konden we toch ook niet laten liggen. Ja, we zijn even doorgegaan naar het tweede buffet. Want hier hebben we allemaal toetjes. En de chocoladepartij. Lekker, ik ga even gewoon. Wat hebben jullie allemaal nog? Toetjes ook. Ja, ga je dat ook nemen? En fudge. En kaasjes. Wat is rood? Nee, met stukjes. Welke is dat dan? Welke smaak is dat dan? Deze. Dan moet je hier kijken. Hier, wacht. Welke is dat? Dat is hier. Stinky sokken, soorty frutty. Oké, wacht. Is er echt zo vies? Ja. Ja, maar je weet niet of die lekker is of vies. Bijten? Ja. Sokken of tutti frutti? Sokken. Ja? Oké, stel. Stinky socks of tutti frutti? Ja. Stinky sokken is fucking messy. Tutti frutti, hè? Die is lekker, hè? Die is lekker fruitig. Kogelpje. Lekker, hè? Hondenvoer of chocoladepudding? Dat is echt niet lekker. Dus je kan er 1 keer op buiten en dan Jordi heeft tot nu toe alleen maar lekker gehad en nu moet hij kotsen of persik.
Ik hoop echt dat het kots is. Ze staken 1-0 voor jou. Ja, doei. Stinky socks. Stinky socks. Of Tutti Frutti is ook niet. Oh, die had je net ook al, maar toen had je Tutti Frutti. Nu heb je Stinky socks. Stinky socks. Ja, opeten. Opeten. Lekker. Stinky socks. Ja, tuurlijk. Ja, wil je even een omschrijving geven van jouw bord? Want ik zie zoveel tegelijk liggen. Dit is mijn voorgerecht. Okay, ja? Allemaal lekkere dingen. Ik heb gewoon alles wat gepakt. Ja. Ik heb aardappelsalade met uitgebakken spek. En oh, lekker. Dan heb ik hier kipfilet met mango chutney. Oh, mango chutney. Rauwe ham. En meloen? En meloen heb ik laten liggen. Oh, het ligt er wel? Ja, het ligt er wel. Dan heb ik hier gepocheerde zalm met pesto. Zo, hoogzaakjes. Heb ik hier een stukje makreel, een stukje krab. Dit is allemaal verborgen carpaccio. Lekker zeg. Hier nog salade met zalm. Grote zalm. Hier lekker frippies en dan hier nog een filetje. Ja, en een stukje broodje. Ja, lekker. Oké, okay, nou geniet van je voorgerecht en tot zo. Ja. Honger? Ja, ik weet het niet. Oké, okay, nou ik ga ook snel halen. Goed zo. Ja, dat komt omdat je hier heel veel eet. En daar hebben ze allemaal van dat soort dingen bedacht. Ja. Zodat je toch calorieën verbrandt. Wat nog meer dan? Botsauto's. Nee. Kotsauto's zijn voor ons geworden. Nee, ze hebben dus een attractie. Ja? En dan moet je zelf trappen om over de kop te gaan. Ja, die is erg hoor. Ik word echt misselijk daarvan. Maar dat is dus ook... Moet je nog even op de vlog zetten eigenlijk. Ja, maar dan moet ik echt even wachten nog. Want ik zit echt heel vol van al die toetjes. Maar oké, ik ga even een broek aan doen, want ik heb nu een jurkje aan. En ik had het gisteren dus ook. Ja, maar kijk, zal ik het even laten zien? Als je in de botsauto staat. Ja, want ik ging dus in de botsauto en ik dacht, misschien kan ik het zeg maar zo doen. Ja. Maar ja, dat ziet er natuurlijk een beetje een tuinbroek, ja. Nou, ik zie het er leuk uitzien. Nee, dus ik ga even een broek aan doen en dan gaan we naar de botsauto's. Het is weer avond, we gaan weer slapen. Estrella, ik wens jou een goede nachtrust toe. Doe je oogjes dicht, want je bent zo moe. Ja, dit is het einde van de vlog, denk ik. Ja. Ja. Het is tijd om te slapen. We hebben vanavond niet gefilmd eigenlijk. Nee. Want er was heel hard muziek en zo, dus dat werkt toch niet. Ja, dan krijg je alleen maar van die sfeerbeelden, ja. Ja. En daar hebben we er al best wel veel van. Ja, dat is wel. Ik denk dat de kijkers krijgen wel een idee van wat hier op St. Palace allemaal gebeurt. Ja. En dat is gewoon wat we deze dagen even wilden laten zien. Ja. Het is natuurlijk ook gewoon zo dat wij niet altijd met onze camera rondlopen hier. Want dat is ook wel onhandig als je in de botsauto zit. Dan... Ik heb een aantal keer heb ik hem in mijn broekspijp moeten stoppen. Ja, dat is ook niet handig. Maar het is niet ideaal. Dus dan, we hebben vannacht of vanavond dan besloten om de camera even thuis te laten. Dat we ook genoeg beelden hadden eigenlijk. Ja, en dan beelden dat een man staat te zingen. Dat is ook weer zo. Dat is niet echt nuttig of zo. Nee. Daarom. Dus Estrella. Ja, we zijn moe van het dansen, ons voetjes doen zeer. Ja, het is een uurtje of 12 of zo. We gaan lekker slapen. Vannacht ook echt super lekker slapen, ineens om 12:30. Is het nog een beetje een dilemma of jij de vlog moest editen nu of niet? Ja, maar... Werk gaat altijd door natuurlijk, dat moeten we niet vergeten. Maar ik ga kijken of ik morgenochtend te vroeg op wil staan, anders doe ik het na het ontbijt. Ja. Dan is die één keertje iets later, maar goed, dat maakt ook niet uit. Nee, precies. Want iedereen viert toch kerst, dus waarschijnlijk... Daarom, niemand kijkt Oké, maar laten we direct. Nu afsluiten, want we hebben al heel veel beeld. Ja, we zitten nu weer op 1 minuut 30. Dus bij deze, het einde van deze vlog. Ja. Morgen natuurlijk weer met een nieuwe vlog. Deels in Preston Palace en deels thuis. Want we gaan morgen na het ontbijt rond 11 uur volgens mij naar huis. Ja, dus we kunnen het ontbijt nog even gezellig meepakken en dan gaan we richting huis. Lekker naar huis. Oké. Okay. Maar goed, ook dan zit het echt heel vol. Dus bedankt voor het kijken naar deze video. En we zien jullie morgen weer. Tuurlijk, vergeet niet te kijken. Nee, dat is leuk. Tot morgen. We're coming up.